Universiteit van Nederland. Kan het niet wat zachter? Dat kan volgens mij ook wel wat zachter, ja. Een vliegtuig stiller maken, dat valt niet mee. Maar het is wel hoog nodig. Vliegdag vandaag. Krijgen ze weer de hele dag, die herrie. Je kan ze bijna aanraken. Zo vlak komen ze over ons heen. De herrie is zo erg dat isolatie niet helpt. Met je geluidsinstallatie thuis op een feestje, dan heb je de politie aan je deur. Maar voor de luchtvaart geldt dat niet. Geluidsoverlast is niet alleen vervelend, maar ook schadelijk voor je gezondheid. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld permanente gehoorschade zelfs, maar met name stress of slaapverstoring. En dat kan op den duur weer leiden tot hart- en vaatziekten. Wow, die vliegtuigen die moeten dus echt stiller. Toen vliegtuigen voor het eerst werden gebouwd, lette niemand erop hoeveel lawaai ze maakten. En het is ook ontzettend moeilijk om te ontdekken welke delen van het vliegtuig geluid maken en hoe je die stiller kan krijgen. Daarom zijn we in een speciale windtunnel van de Universiteit Twente, waar geluidsexpert Marijn Sanders wel precies kan achterhalen waar het geluid vandaan komt. Laten we beginnen bij het begin. Wat is geluid? Geluid kun je beschouwen als de trilling van lucht die wij met onze oren kunnen waarnemen. Op het moment dat geluid hinderlijk is of ongewenst, dan noemen we dat ook wel lawaai. En daar zit ook een wat subjectieve factor in. Want voor de een kan heavy metal muziek bijvoorbeeld heel aangenaam zijn, maar voor de ander weer lawaai. Hoe dat lawaai of geluid ontstaat, onderzoekt Marijn onder andere in een windtunnel. Onder de kamer waar Marijn staat bevindt zich een heel sterke ventilator die de lucht met wel 220 km per uur door de kamer kan blazen. In een rechte straal over de testobjecten heen. Daar wil je liever niet in staan. Met de kamer waar de windtunnelmetingen worden gedaan, is nog iets speciaals aan de hand. Het is een anechoïsche kamer. De anechoïsche kamer heeft speciale bekleding aan de binnenkant, waardoor het geluid wat eigenlijk van de buitenkant komt, niet de kamer binnenkomt. Maar met name dat het geluid wat van een testobject komt in de windtunnel, niet weer weerkaatst wordt op de wanden en ook weer onze metingen beïnvloedt. Met andere woorden, dat er dus geen echo gemeten wordt van de testobjecten die we hier meten. Echo! Echo! Nee, dat werkt niet. Lekker stil hier. Je hoort alleen de wind zachtjes blazen. Marijn heeft in de windstraal een versimpelde vliegtuigvleugel geplaatst. Zo kan hij kijken waar het geluid vandaan komt. Ja, je hoort het goed. Naar geluid kijken. Nou, wat ik nu aan het doen ben, is eigenlijk een afbeelding aan het maken van het geluid. Marijn houdt een soort supersonische controller vast die zo uit Star Trek lijkt te komen. Aan de voorkant zit een schermpje waarop de kamer te zien is, met daarop gekleurde vlekken. Aan de achterkant zitten tientallen microfoons die hij op een versimpelde vliegtuigvleugel richt. Dus wat je hier ziet is een visualisatie van waar het geluid vandaan komt, waarbij de kleuren aangeven wat het geluidsniveau is. In dit geval geeft een witte of gele kleur een hoger geluidsniveau aan. En in dit geval, wat we dus hier heel mooi kunnen zien, is dat het met name de achterrand is die geluid produceert. De achterrand van de vleugel dus. Maar in deze ruimte van zo'n 4 bij 5 meter past geen volledig vliegtuig, toch? Sterker nog, een volledige vleugel zou niet eens passen. En wat je dan kunt doen is met een microfoonantenne als deze, weliswaar een iets grotere versie, naar het vliegveld gaan. En als je deze dan aan het eind van de startbaan, van het begin van de landingsbaan zet, dan kun je ook het geluid meten van het vliegtuig als deze hier overheen vliegt. En op die manier kun je dan ook een afbeelding maken van het geluid van dat vliegtuig met deze techniek. Wat je ziet is dat drie onderdelen eruit springen. De vleugel, het landingsgestel en de motor. Marijn legt onderdeel voor onderdeel uit waar het geluid vandaan komt. We beginnen met de vleugel. Ik heb nu de windtunnel aangezet. Dus we blazen nu op een hele lage snelheid lucht over het vleugelprofiel heen. En je hoort nu al dat het vrij sterk toon wordt gegenereerd. Als ik nu met de invalshoek ga spelen, dan zul je horen dat het geluid wat verandert. De invalshoek, dat is de hoek waaronder de lucht de vleugel raakt. Dus ik heb nu de invalshoek iets vergroot en je hoort dat de toon wat lager is. En dat er ook wat minder geluid wordt geproduceerd. En op het moment dat ik nu zelf de invalshoek nog meer vergroot, dan zul je ook horen dat de toon die we nu horen compleet wegvalt. Als je wel eens in een vliegtuig hebt gezeten, weet je dat onderdelen aan een vleugel bewegen. Een soort kleppen. Iedere stand maakt dus op een andere manier geluid.
We zetten de windtunnel even een tikkie harder. Wat je duidelijk kunt horen is dat de toon van het geluid verandert, maar dat met name de sterkte van het geluid hoger wordt. Dus des te harder de wind blaast, des te meer geluid er wordt geproduceerd. In de windtunnel staat een vleugel. Maar die lijkt eigenlijk niet op een echte vleugel. We missen alle kleppen die kunnen bewegen bijvoorbeeld. Die kleppen zitten zowel aan de voorkant als aan de achterkant van de vleugel. Alle achterranden van die kleppen maken geluid. Met die invalshoek waar Marijn het over had, kun je dus beïnvloeden hoeveel geluid die kleppen maken. Op naar het volgende onderdeel, het landingsgestel. Ik heb hier eigenlijk een versimpeling van het landingsgestel van een vliegtuig. Echt gewoon een staaf. Omdat het landingsgestel hoofdzakelijk bestaat uit een staaf en kleinere staven. Op het moment dat ik deze nou in de luchtstroming hou, dan zul je horen dat geluid wordt geproduceerd. Het maakt ook uit hoe Marijn de staaf houdt, horizontaal of verticaal. Als ik de staaf horizontaal in de wind hou, dan zul je horen dat we een heel stuk minder geluid kunnen waarnemen. Dat komt niet doordat de geluidsproductie anders is, maar dat komt puur doordat wij op andere locaties zijn ten opzichte van de geluidsbron. Heel simpel gezegd stuurt de geluidsbron het geluid een bepaalde richting uit. Als de staaf verticaal staat, recht naar onze oren. Maar is de staaf horizontaal, dan komt er veel minder onze kant op. Check. Met die info kun je het landingsgestel aanpassen. Waarom een staaf geluid produceert lijkt heel simpel, maar is eigenlijk heel moeilijk. En heel veel onderzoekers hebben dit al uitvoerig bestudeerd. Als we het heel ver versimpelen, dan ontstaat er rond de staaf een soort turbulentie, verstoringen in de lucht. Die bewegen uiteindelijk als geluid richting onze oren. Een van de oplossingen die ze bedacht hebben, is door een touwtje om de staaf heen te binden. Op het moment dat ik nu de staaf met een touwtje eromheen in de luchtstorming hou, zul je horen dat er een stuk minder geluid wordt geproduceerd ten opzichte van zonder touwtje. Het touwtje verstoort de beweging in de lucht nu zoveel dat het nauwelijks meer als trilling naar onze oren kan bewegen. Het verstoort de verstoring. Snap je het nog? Hoe dan ook, ontwerpers kunnen slim van deze truc gebruik maken. Door naar het laatste onderdeel. De vliegtuigmotor produceert veruit het meeste geluid. Als we nou bijvoorbeeld kijken naar een enkele straalmotor, zoals we die hier hebben, dan wordt met name geluid geproduceerd in de open straal achter de motor. De sterke wind die aan de achterkant uit de motor komt, wordt harder als de stuwkracht hoger is. En de stuwkracht is dan weer de kracht die nodig is om een vliegtuig op te laten stijgen. Dus meer kracht nodig, meer wind aan de achterkant. Klinkt logisch. Als de stuwkracht hoger wordt, dan wordt er ook meer geluid geproduceerd. In dit geval houdt dat in dat als de stuwkracht wordt verdubbeld, dan wordt het geluidsdrukniveau 15 keer groter. Met andere woorden, de straalmotor maakt dan 24 decibel meer geluid. En dat is behoorlijk lawaaierig. 24 decibel klinkt misschien niet als heel veel, maar een toename van zo'n 10 decibel betekent dat het geluid 2 keer zo hard wordt. We zouden het volume wel even willen opschroeven, zodat je het hoort, maar dat risico nemen we liever niet met jouw oren. De motor waar Marijn bij staat is niet de motor uit het passagiersvliegtuig. Daar is al een slimmigheid toegepast om de motor stiller te maken. Die bestaat ook uit een straalmotor, maar aan de voorkant hebben ze een hele grote ventilator toegevoegd. Die produceert ook stuwkracht, maar die is met name toegevoegd om de efficiëntie van de gehele motor te vergroten. Als gevolg daarvan heeft de open straal heb je een lagere snelheid nodig om dezelfde hoeveelheid stuwkracht dus te genereren. Dat wil zeggen minder geluid. Zelfs al maakt de ventilator ook geluid, alles bij elkaar is het geheel stiller. En hoe groter de ventilator en dus de motor, hoe zachter de straal en dus hoe stiller de motor. Het is één van de technieken die wordt toegepast om vliegtuigen stiller te maken. De motoren worden op dit moment al aangepakt. Zo heeft de binnenkant van de motor een speciale akoestische bekleding, zodat die minder geluid produceert. Ook helpt het dat de diameter van de motoren tegenwoordig vrij groot is, zodat open straalgeluid onder andere wordt verminderd. Het valt allemaal nog niet mee, zo'n vliegtuig. Maar het kan dus wel stiller. De vraag is niet alleen of het stiller kan, maar de vraag is hoe krijgen we vliegtuiglawaai bij de waarnemer, dus bij onze oren, minder. Dat betekent niet alleen dat we moeten kijken naar hoe het geluid wordt geproduceerd bij de bron, maar we moeten ook kijken hoe het geluid zich verplaatst naar de waarnemer en ook hoe de waarnemer het geluid ervaart.
Zoals het menselijk oor bijvoorbeeld gevoeliger voor bepaalde frequenties, rondom 3 kHz bijvoorbeeld, maar minder gevoelig voor hogere frequenties of juist weer lagere frequenties. Dan kan een vliegtuig dus best meer geluid maken, maar als het in een andere toon is, hebben we er minder last van. Slim. Marijn heeft nog wat oplossingen. Maatregelen waar je bijvoorbeeld aan kan denken is het aanpassen van een vliegroute, zodat je dichtbevolkte gebieden vermijdt. Of het aanpassen van de leefomgeving, in plaats van geluidswallen bijvoorbeeld rondom het vliegveld, om ervoor te zorgen dat het geluid in mindere mate de waarnemer bereikt. Er wordt al veel gedaan om overlast te verminderen, maar onderzoek blijft belangrijk. Want vliegtuigen moeten in de toekomst niet alleen schoner, maar ook stiller. Windtunneltesten zoals in de windtunnel hier zijn daarin heel belangrijk, omdat deze ons helpen om goed te begrijpen hoe het geluid wordt geproduceerd en wat we kunnen doen om het vliegtuig of vliegtuigonderdelen te optimaliseren, zodat ze minder geluid produceren. Dankjewel Marijn dat we langs mochten komen in de windtunnel. En wil jij nou nooit meer iets missen? Abonneer je dan op ons kanaal. Joe, tot de volgende!